de muziek hard uit de kleedkamer. Punten. Nee. Maar gewoon de punten gepakt hier. Die muziek is er niet voor niks. Een feestje natuurlijk. Ja. Hoe fijn is dat? Ja, het is hartstikke fijn. Je weet het, hoe het binnen de club leeft natuurlijk, een regio derby. Maar het belangrijkste is natuurlijk 2 wedstrijden, 6 punten. En dat is uiteindelijk waar we op gehoopt hadden, een goede start. Hoe lekker is het voor jou? Want je hebt hier een jaartje gezeten. Kom je terug hier? Er is veel veranderd sinds dat je hier bent weggegaan. Ja. Hoe ben je hier binnengekomen vandaag? Met wat gevoel ging je hier naartoe? Met een fijn gevoel. Ik heb hier een hele leuke tijd beleefd. Tot nog toe denk ik leukste jaar in mijn voetballoopbaan. We hadden een goede ploeg. Misschien niet altijd de gewenste resultaten, maar wel een hele goede, gezellige ploeg. Ik kwam daarvoor van een moeizaam jaar waarvan ik herstelde van een kruisbandblessure. Dus ik heb hier bij Den Bosch echt mijn plezier teruggevonden. Dus ik kwam wel met een fijn gevoel terug, ja. Hoe belangrijk is dat, een goed gevoel, een fijn gevoel als voetballer zijnde? Is heel belangrijk. Ik denk dat het bij de een wat belangrijker is dan de ander. Nou, ik kwam van een kruisbandblessure in Schotland met een zwangere vriendin in Nederland. Dus het was een iets wat hectische periode. Dus uiteindelijk hier in Nederland kunnen revalideren en al snel in de voorbereiding opgepikt door Den Bosch. Ja, uiteindelijk een jaar gehad wat misschien qua resultaten niet altijd heel denderend en heel positief was. Maar ik heb hier wel echt mijn plezier in het voetbal teruggevonden en mijn drive weer gevonden. Dus wat dat betreft heb ik een hele mooie periode beleefd hier. Hoe kijk je dan naar al die ontwikkelingen hier? Vind je dat bijzonder of misschien... Ja, laat ik vooropstellen dat ik gewoon ontzettend blij ben voor FC Den Bosch. We moeten er niet omheen draaien. Den Bosch was ooit gewoon een hele grote club. In mijn tijd bij Sparta stond Den Bosch altijd gewoon bekend als een ploeg die bovenin meedraaide en bijna altijd verzekerd was van play-offs. Dus ik vind het alleen maar mooi dat ze die weg omhoog weer gaan inzetten. Zolang het maar niet ten koste gaat van ons. Hè. Gelukkig is dat vandaag niet gebeurd. Ja, dan sta je na 2 wedstrijden op 6 punten. Je komt over van Emmen, promovendus. Dan, ja, misschien zonde, maar als je kijkt naar jullie, 2 wedstrijden, 6 punten. Waar gaat het heen? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Kijk, 1 zwaluw maakt natuurlijk nog geen zomer. Maar 2 wedstrijden, 6 punten, dat is wel een beetje waar wij voor gingen als ploeg. En als je dat weet te bewerkstelligen, is dat alleen maar mooi. Dus hopelijk kunnen we die lijn doorzetten naar volgende week. Er moet nog wel veel gebeuren natuurlijk. We hebben een vrij nieuwe ploeg. Best wel veel jongens die nieuw zijn in de basis 11. Dus er zit nog heel veel rek in. Maar we hebben de eerste stap in ieder geval al gezet. Als je dan nu kijkt naar RKC, je zegt bij Den Bosch heb ik misschien mijn leukste tijd gehad tot nu toe, mijn beste tijd. Hoe is het bij RKC? Is het een beetje vergelijkbaar als club, als ploeg? Ja, ik denk dat... ik kom nu binnen bij RKC. RKC is een ambitieuze club die weer die lijn omhoog aan het inzetten is. Als je kijkt wat er in en rondom de club gebeurt, renovaties en noem maar op, veel nieuwe jongens die binnenkomen. Dus RKC heeft ook een bepaalde uitgesproken ambitie. Als je dat enigszins... weet om te zetten in 2 wedstrijden, 6 punten, is dat alleen maar mooi. Dus hopelijk komt er nog een hoop moois. Voor jezelf, vorig jaar maakte je er 2 bij Emmen. Daar sta je nu ook op na vandaag. Ja. Ja, dan, waar gaat het heen? Waar gaat dat heen? Wat wil je dit jaar? Wat ik wil is lekker fit blijven en een productief seizoen draaien. Het is wat jij zegt, ik heb nu in twee wedstrijden net zoveel goals als vorig jaar. Maar wat ik net zei, in Zwaluw maak ik nog geen zomer. Ik wil gewoon lekker fit blijven, fitter worden. En in ieder geval als ploeg zijn de groeien, als collectief zijn, dan ik denk dat de goals dan vanzelf komen. Waren het typische bilate goals? Of kun je ze nog herinneren überhaupt? Die eerste niet, man. Als ik, De tweede was de rebound. Ja, die. De eerste was uit de corner. Ja, uit de corner. Volgens mij. Ik heb volgens mij niet zo vaak gescoord uit corners, dus dat is wel een nieuwtje. En ja, uit de rebound, daar sta je voor als spits denk ik bij zulke ballen. Dus in ieder geval 2 goaltjes, hoe ze erin gaan, boeit me eerlijk gezegd vrij weinig. 2 goaltjes, 6 punten is een mooie avond voor Bilater. Ja, je hebt ze niet alleen geraakt, ze hebben jou ook aardig geraakt op je ogen. Wat is daar gebeurd? Ik heb geen idee. Volgens mij, ik vroeg het aan Ruben na de wedstrijd. Hij kwam met zijn schouder tegen mijn ogen. Ja, risico van het vak. Ik hoop niet dat mijn vriendin gaat me er niet lelijker op vinden, dus dat is het belangrijkste toch?